van het theaterseizoen. Op Tick Tick Boom na eigenlijk geen nieuwe professionele musical producties meer. Geeft ons de tijd om musical studenten weer eens op te zoeken. Vandaag zijn we in Carré. Wij bezoeken een aantal Frank Sanders studenten. En die zijn ook een beetje verdrietig. Want het derde leerjaar is bijna voorbij. Dus ze gaan uit elkaar. Buddy, jou zagen we vorig jaar al in The Wild Party. En nu in Peren in Onbekend in Klein Carré. Wat is dat? Ja, dat is een week van solisten en duo's. We krijgen vanavond een diversiteit aan solo's en duo's te zien. Mm-hmm. We hebben 2 duo's en 4 solisten. En die gaan hun eigen geschreven of begeleiden. Sommige mensen hebben ook begeleiding gekregen met het schrijven. Mm. Die gaan hun solo's of duo's laten zien. There was nothing to do on a Friday night. No one was calling my phone. The prospect of plans seemed out of sight. And I sat in my room all alone. Je solo gedeelte speelt zich af aan een werkbank. Dan denk ik aan Home Improvement. Maar waar gaat het over? Het gaat over een houtbewerker. Een houtbewerker die ja, heel veel plezier heeft in het maken van hout. Mm-hmm. En die houtbewerker komt erachter tijdens de solo dat hout leuk is. Maar uiteindelijk hij toch iets mist wat hout hem niet kan geven. En dat is liefde. Oh. Ik speel een solo over een vrouw die heel erg succesvol is geworden in de musicalwereld. En op dit moment aan het wachten is op de reunie van haar oude middelbare school, waar ze eigenlijk niet naar binnen durft. Mm. Omdat iedereen haar heel erg haat, omdat ze zo ambitieus is geweest vroeger en nog steeds is. Ja. Heb je dit zelf verzonnen? Is dit een greep uit je eigen leven? Nou, ik heb nog geen reunie gehad, gelukkig. Maar ze vinden je wel allemaal ambitieus. Ze vinden mij over het algemeen ambitieus, ja. So I booted up my computer and I bought a new sweater online. Well, browsing J. Crew, the loneliness grew and soon I was desperate to find. Doe jij deze solo ook als een proeven van wat je hebt geleerd de afgelopen 3 jaar? Ja, zeker. Ik heb heel erg gemerkt dat ik van een meisje naar een vrouw ben gegaan. Mm. Geworden eigenlijk. En mijn solo heet ook Vrouw, dat ben ik. Ah. En ik heb heel erg gemerkt dat door de jaren heen dat ik van een klein meisje naar een volwassen vrouw ben gegroeid. Ja. En is de wereld daar beter op geworden? Oh, dat hoop ik. Wat is bij jou een verbeterpunt? Altijd spannend om te horen. Ja, dictie, dat is wel een ding. Wat dan? Spreek je snel. Snel? Dat is mijn probleem. Ja. Dus daar moet ik op letten. En in die dans moet ik gewoon iets cleaner, iets meer pauw. En dat gevoel moet ik iets meer hebben. En met het tonen zeg maar gewoon altijd. Voel hier, mijn gouden vocal coach. Voel hier, hier zit het. Nou ja, dat zijn voor mij de dingen waar ik denk, zit hier. Please be my friend on the Facebook. Click accept, I'll add your name to my list. You need me to be a friend on the Facebook. En dit mondt allemaal uit in een hopelijk fraaie eindvoorstelling. Ja, we hebben de afgelopen maanden met Frank en Steven samen gewerkt. Frank Sanders, Steven. Mone. Ja. Ja. Van de Frank Sanders Academie voor Musical Theater. Gewerkt aan het ontwikkelen van een stuk geïnspireerd op de Amerikaanse film Big Fish. Ja. En we hebben gekeken naar het filmscript, dat hebben we bewerkt. Naar een script wat enigszins op het toneel uit te voeren is, zeg maar. En we zijn nu nog volop bezig met aanpassingen in het script. En hoe gaan we dingen spelen, bewerken, wat gaat eruit, wat gaat erin. Wat vinden jullie zo leuk aan dat Big Fish? Ja, ik vind het persoonlijk een heel mooi verhaal. Het verhaal gaat natuurlijk over een vader die stervende is en zijn zoon. Ze hebben nooit echt goed contact gehad en hij wil nu toch echt wel weten wie zijn vader is. Ja. Eigenlijk, achter al die fantasieverhalen. Mm-hmm. Dus dat vind ik er heel mooi aan en de figuren die er allemaal in voorkomen. En, en wij gaan het vooral heel erg uit het realistische spelen. Ja. Dus... Dat wordt een opgave, want het was een zeer surrealistische film. Hebben jullie al een werktitel? Ja.
De Fantast. De Fantast, ja. Welke week in onze agenda moeten we blokkeren voor deze eindvoorstelling? Jullie moeten blokkeren. Ja. 28 mei ja. tot 9 juni. En wij spelen in Amsterdam, in Tilburg, in Rijswijk en in Rotterdam en in Purmerend. Echt op tournee? Ja. Ja. Help me feel alive, be friends. Onvermijdelijk aan het eind van een derde jaar is dat je afscheid gaat nemen van een aantal mensen met wie je heel close bent geweest, ja. bijna 3 jaar lang. Hoe voel je je daaronder? Ja, dat is wel balen natuurlijk. Dat is heel jammer. Ja, je bent zo hard aan het werk op school dat je dan dat soms een beetje vergeet hoe snel de tijd eigenlijk gaat. Mm-hmm. En dit jaar komt het steeds dichterbij dat je afscheid moet gaan nemen. Het is ook wel goed, want het is nu allemaal... Ja, veilig, weet je wel. Want ik ga een keer op mijn bek en het is in een klaslokaal. En iedereen zegt, buddy. En dan volgende dag is het weer klaar. Maar het is ook wel goed. Ik ben er ook wel aan toe, denk ik. Ik wil ook wel gewoon, kom maar op met die productie. En ik wil daar wel, daar laten zien wat ik kan. Ja, we moeten er toch aan gaan wennen. Maar wie weet kom je elkaar wel tegen, weet je wel. Whenever I feel lousy. Whenever life's a bore. I count my friends in order. I've got 504. I searched the kids from high school for my best. Als ik over een jaar ga zoeken naar Laura ter Horst in de theaterwereld, waar vind ik haar dan? Nou, er ligt momenteel iets in het verschiet. Ik ben bezig met contractonderhandelingen, dus ik kan nog niet zoveel zeggen. Maar de vrouw heeft het nu al over contractonderhandelingen. Ja, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Ik ga stage lopen ergens en dat is nog niet helemaal rond, dus daar zijn we mee bezig. Ik ga stage lopen. Leuk. En ik mag helaas nog niet zeggen wat het is, maar het wordt ontzettend tof. En het is vanaf januari tot mei gaan wij toeren, dus ja. Geweldig, ja. Onder de pannen. Vandaag is met veel tamtam bekendgemaakt dat Heerlijk duurt het langst een van de pronkstukken zal zijn van De Graaf en Cornelissen. En jij bent daar weliswaar stagiair, maar wij als publiek gaan jou gewoon daar zien. Dat is juist. Ja, ja. Daar heb je vast wel een beetje zin in. Onwijs veel zin. Ja, ik vind het ook spannend, maar ik heb ook wel... Ja, weet je, we gaan allemaal gaan toeren en dan langs de grote theaters. En ik denk echt, ja, dat gaan we gewoon doen. Ja, ik ga ook stage lopen. In de nieuwe musicalproductie Onder de Groene Hemel van Bos Theaterproducties. Het is een musicalproductie dat zich afspeelt in de jaren 60, 70, in de hippieperiode. En het wordt eigenlijk gedragen door de muziek van Boudewijn de Groot. 17 januari 2015 in Beverwijk, dus het staat al vast. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, je weet het beter dan ik. Maar, nee, het is echt zo. Ja, dat gaan we het gaan doen. En ik heb er gewoon ook wel zin in. Maar eerst, dat meen ik echt, heb ik onwijs veel zin in onze eindvoorstelling. Ja. Dat wil ik ook echt. Ja, dat is onze laatste ding samen. En ik vind onwijs tof het onderwerp wat we gaan doen. En daar heb ik gewoon echt heel veel zin in.